technologie, entertainment en design. Drie ingrediënten die garant staan voor een interessante middag. Sprekers kunnen door middel van een TED-talk hun beste idee of mooiste ervaring delen. Dit jaar werd op Schiphol voor het eerst een viewing party gehouden, tegelijkertijd met TEDx Amsterdam. Thank you very much. Well, we thought this is probably the best way to start the first Schiphol Real Estate TEDx viewing party. TED Talks zijn ongekend populair. De talk van de Nederlandse commandant Peter van Uhm uit 2011 werd online al ruim 1,2 miljoen keer bekeken. The people that really have a contract that says, that tells them where they have to go in the morning. How sad can it be? Ja, hele interessante sprekers. Mooie muziek. Je krijgt toch weer zelf een prikkel om na te denken. Zit ik op het juiste pad? Is dit wat ik wil? Gevarieerd en wel iedere keer op het puntje van mijn stoel gezeten. I think it's really interesting to bring a viewing party here to Schiphol because you've got so many people who are involved in exactly the things that TED's about. Mark McCaffrey was erbij. De eerste landing op een komeet ooit. Misschien wel een eerste aanzet om vanaf Schiphol de ruimte in te gaan. When we get to the point where we're actually flying into space, then Schiphol will be a natural place. Maybe 100 years from now, Schiphol will become a spaceport instead of an airport. Naast ervaren rotten krijgen ook jonge talenten de kans om hun ideeën te pitchen. Govert Flint ontwierp de bionische stoel. Voordat ik op het idee kwam om de bionische stoel te ontwerpen, ben ik gaan kijken naar hoe expressie en lichaamsbeweging met elkaar correleren. Toen ben ik gaan kijken hoe kan je het werk achter de computer op een stoel verbinden aan expressie en lichaamsbeweging. Yeah, actually, it's just a mouse, what it is right now. Your new office chair, ladies and gentlemen. Efficiëntie wordt gezien als iets wat jouw moeite ontneemt. Terwijl je hebt gewoon je lichaam en je hebt een bepaalde hoeveelheid energie op een dag en dat moet je ook kwijt. Ik denk dat een stoel een heel mooi middel is, omdat we eigenlijk gewoon heel veel per dag zitten. Ook op een plek als Schiphol als we wachten of als we een vliegtuig zitten of waar dan ook. Dus ik denk dat het uiteraard al veel potentie heeft. Dus over een paar jaar zit iedereen op Schiphol er zo bij.